18 juli 1995. Woensdagmiddag. De tv staat aan. Het moment gaan terughalen. Dit ga ik samen met mijn vader doen. De weg die ik ga nemen om het achtervolgende visioen weer te geven is intuïtief en ik wil proberen de waarheid die ik dan zie weer te geven. Het is natuurlijk wel mijn waarheid. Dat we gaan doen vandaag? We gaan fietsen. En wat voor fietsen? Wielrennen. En wat is voor jou nou wielrennen? Dat je zo hard mogelijk fiets. Ja. Heel hard fietsen. Kan je hard fietsen? Niet meer. Wat denk je dat ik met al dit wielrennen wil gaan doen dan? Nou, ik denk dat je iets over Casartelli wil vertellen. En nu? Destijds. En die is tragisch aan zijn eind gekomen. En toen zat ik te kijken en wat gebeurde er toen? Nou ja, in de afdaling, dat was rechtstreeks in de afdaling, viel hij. En hij viel tegen zo'n vierkant rotsblok. En toen kaatste hij weer de weg op. En toen trok hij ze eigenlijk meteen in de voeten houden. Ik kan me herinneren hoe je hebt gereageerd op die val. Maar ik zou wel geschreeuwd hebben een paar keer gezegd, die is dood of zo, zoiets. Ik zou niet weten hoe je dan reageert. Maar ik had het kippenvel en de tranen in mijn ogen, ja logisch. Als je dat gewoon ziet. Kreeg
Mm-hmm. En heb ik één beeld onthouden. De foetushouding. Ja? Is dat ook het enige beeld wat jij nog hebt voor Casartelli? Ja, ja. Dat hij lag gewoon echt op een bepaalde manier. Ja, en dat is dus het teken dat hij, dat het leven eruit is. Het leven eruit, ja, ja. Dat is heel mooi gezegd. Ja, jij zat naast me. Jij hebt het op jouw manier. Heb je het tot je genomen. Ja, dat is jou ook altijd bijgebleven. Ja, en hoe denk je dat mijn manier is? Nou, ik denk heel heftig. Anders onthoud je het niet. Ja. Kijk, de mooie dingen en de slechte dingen in je leven onthoud je, de rest niet. Ja, is dat zo? Ja, meestal wel. Denk je dat het mij hier om gaat? Om Fabio Casartelli? Nou, ik denk het wel, anders rijden we niet hierheen. Het gaat mij meer om de plek waar het gebeurd is. Ja, oké, maar dat is verderop. Ja. Want het gaat, voor mij is dit, zeg maar, een standbeeld, staat voor mij voor dood. Maar het hele verhaal gaat voor mij meer om dat het gaat over het verschil tussen leven en dood. Het is eigenlijk iets wat heel mooi is. Nou ja, je vindt het niet mooi, hè? Nou, ik vind het niet echt mooi, maar goed, dat is punt 2. Ja. Kijk, het is natuurlijk zo, hij komt hier naar beneden rijden. Ja. En 2 seconden later is hij dood. Als je
het beeld moet terughalen, hoe denk je dan dat het gebeurd is? Nou, kijk, hij komt zo aan rijden. Hier lag een betonblok, allemaal van die betonblok. En hij ketst tegen die betonblok en dan valt. En daar ligt hij. Hier, oh, zeg jij. Ja. Wil je even gaan liggen zoals hij daar lag? Heb je hem? Wat zeg je? Heb je hem? Ja. Frankrijk geweest. Ja. Hoe vond je dat? Ja, vond het leuk. Plek van Casartelli bezocht. Ja. Het is zo lang terug dat je weet geen eens hoe Oemi lag op die. Hoe hij is overleden, links of rechts. Dat weet je al niet meer eigenlijk, dus het is al een beetje weg. Ja. Maar het is wel indrukwekkend geweest. De herinnering is vervaagd, ja, eigenlijk. Ja, precies. Ja, en voor mij was het anders omdat. Voor mij staat eigenlijk het hele gedeelte niet eens zozeer voor Casartelli. Maar het moment dat hij viel en tegen die muur aanketste, terugkwam. En dat hij niet meer bewoog en dat jij eigenlijk bevestigde hij is dood. Ja? Dat moment was voor mij duidelijk dat er verschil is tussen leven en dood. De titel, de verwijzing naar een homp vlees, een vleeshemd, komt uit het gotisch en dat is Lic Hamo. Ja? En Lic Hamo staat voor lichaam. En lichaam vertaald is vleeshemd. En vleeshemd is eigenlijk voor mij, is Casartelli, was niks meer dan een vleeshemd. Oké. Okay. Wel, eigenlijk wel hard. Ja. Maar het is wel de realiteit. Ja, het is klaar. Ja. Nou, oké. Okay. Ik zou zeggen, doe je best. Ga ik doen.